Rusland en de Verenigde Staten slaan de handen in elkaar om samen een missie te ondernemen naar Venus. Een opdracht die al lang op pioniers zat te wachten. Dames en heren, kameraden, het is een historische dag. De twee machtigste spelers van de ruimtevaart, Amerika en Rusland, begraven de kosmische strijdbijl en slaan de handen in elkaar voor één ultieme missie. Venus verkennen. En om deze missie tot een goed einde te volbrengen, zijn hier de twee meest voorbeeldige zonen die beide naties ooit hebben voortgebracht. Leslie Powers en Nikita Vavushka. Heren, succes. Oespeeg. De Venus Comfort Glide 2000 Smooth Deluxe. Met zijn flexible moisture bar scheert hij 3 keer dichter op de huid dan de competition. Karushka, ik dacht dat ze alien bestond in oude legendes. Bol.com. Voor 12 uur besteld, volgende werkdag gratis in huis. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home? All you must get tears to your boat to the pile. Pictet? Nee. En als ik zo doe? Nee. Kameraden, komen jullie? Het water is heerlijk. Zeg mannetjes, wat is dat hier? Heel dat pentagon riekt godverdomme naar eucalyptus. Het ruimteschip had over een kwartier vertraagd en jullie moesten al lang daar zitten. Generaal, wist u dat het zo'n glad resultaat gaf? Ah ja, natuurlijk. Dacht je dat ik met van die voorte stoppen op een poes rondliep of wat? Hey, kom, Venus gaat zichzelf niet ontdekken, hè?